beginnen in Enschede. Vorige week dinsdag 12 mei groot alarm op industrieterrein Marsstede vlakbij de A35. Het pand van groothandel Van der Wurp staat in brand. Het is een groothandel in feest- en kantoorartikelen. 75 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, maar al gauw blijkt dat het pand niet meer te redden is. Over de oorzaak wordt op dat moment nog niets gezegd. Wat is er gebeurd bij Van der Wurp kort voordat die brand uitbrak? Nu blijkt, na onderzoek van de politie, dat de directeur van Van der Wurp die avond is overvallen. Restanten van speelgoed, verwrongen staal. Van het pand van Van der Wurp is nauwelijks iets over. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De brand brak om 9:30 uit. Een uur daarvoor krijgt de directeur ongewenst bezoek. Om 8:30 was de eigenaar van het pand nog bezig met werkzaamheden. Hij wilde afsluiten. Opeens stond een onbekende man voor hem. Hij droeg een bivakmuts en hij dreigde met een wapen. Hij moest naar het kantoortje heen waar hij de kluis moest openen en het geld moest afgeven. De directeur wordt in zijn kantoortje op de eerste verdieping gekneveld. Hij kan geen kant op. De overvaller gaat er vandoor. Even later ziet de directeur tot zijn grote schrik dat er rook onder de deur doorkomt. Hij kon zich gelukkig in veiligheid brengen door dit raampje achter mij naar beneden te springen. Ja, Erik Oude-Engbrink, het eerste waar je dan aan denkt, die overvaller heeft de brand gesticht. Ja, dat zou je inderdaad kunnen denken, maar dat is nog iets te vroeg om dat nu al te concluderen. We zijn daarop volop aan het onderzoeken en het zou net zo goed een technische oorzaak kunnen hebben. Er is mogelijk wel een spoor na de overvaller, want hij is vertrokken in een auto. Ja, dat klopt. De auto van de directeur van Van der Wurp die is verdwenen en die zou heel goed gestolen kunnen zijn. En het gaat dan om een Opel Insignia Station. En die is anthracietgrijs van kleur. En het kenteken van die auto is 91KRX4. En we zien dan dat om 9:18, dat is 12 minuten voor de eerste brandmelding, de Opel vanaf de Marsstede de windmolen weg oprijdt. En dat is richting de Aukevleerstraat en de Westerval. Het is niet goed te zien wie erin zit, maar het lijkt iemand die rode kleding draagt. Ja, die overvaller die had zwarte kleding aan. Zou dit dan een handlanger kunnen zijn? Ja, dat weten we niet. Je kan ook snel iets anders hebben aangetrokken. Maar het kan ook zijn dat het is veroorzaakt door de rode verlichting van het dashboard van die auto. Dat zijn wel zaken die nog aan het onderzoeken zijn. Wat droeg die overvaller verder? Ja, die overvaller die droeg een zwarte jas, een soort bomberjack. Een zwarte bivakmuts met daarin twee gaten voor de ogen. Een zwarte broek en ook zwarte gimpen. En verder weten we dat hij een fors postuur heeft en een grote brede man moet zijn. Hij is in ieder geval groter als 1,78 meter en hij sprak duidelijk Nederlands zonder accent. En worden er verder nog getuigen gezocht? Ja, we willen ook graag weten wie daar die middag op het industrieterrein de Marsstede is geweest. Zodat we dat in ieder geval kunnen controleren aan de hand van de beelden die we hebben. En ook al heb je niks gezien, geef dan toch aan ons door dat je daar geweest bent. En ook mensen die mogelijk wel iets gezien hebben of iets weten van over die overval, laat u contact met ons opnemen. Heeft u informatie, maar wilt u niet als bron te achterhalen zijn, bel dan het team Criminele Inlichtingen op 079 345 8999. Daar kunt u een vertrouwelijk gesprek voeren met de recherche. Wel met alle tips, zodat deze zaak opgelost kan worden.